Ja, we zijn hier vandaag op een speciale dag voor u, denk ik toch wel. Kun jij eens iets vertellen over Vic Mees? Wel ja, ik wil nog veel vertellen, maar ik denk dat er al heel veel gezegd en geschreven is wat dat Vic was. Voetballer, mens, vriend, al wat je wilt. Ik heb straks een interview ook gegeven op de bijeenkomst hier. Het was heel moeilijk, omdat er alles gezegd was. Maar ik heb persoonlijk nog een ode gebracht aan Vic, omdat ik de laatste dagen veel bij hem was. En dat ik hem bezocht heb nog. En dat heel moeilijk was voor mij. Je hebt zelf met Vic gespeeld. Hoe lang is dat ongeveer geweest? Ik ben begonnen hier. Ik kwam in de ploeg op 18 jaar. Vic was kapitein. Die heeft mij ongelooflijk opgevangen hier in de ploeg. Ik kwam binnen in de vestiaire. Vic zei, kom binnen. Dat is oude kapstok. En goed opgevangen. En ik denk, laat dan zeggen dat er in mijn carrière, voor daarover te spreken, dat er 70% talent was en dat ik 30% aan Vic Mees te danken heb. En een van uw hoogtepunten samen met Vic, de landstitel veronderstel ik? Of? Ja, de hoogtepunten van ons was onder andere de landstitel en dankzij de Champions League wedstrijden tegen Real Madrid. En wat waren daar de uitslagen van die wedstrijd? De uitslagen hier in die tijd tegen Real was dat een succes, met 1-2 verloren, met de grote ploeg. En op Real was het 6-0. Het is toch wel uniek hier zoiets kunnen herdenken op de Boszaal, denk ik dan. Hoe heb je dat zelf ervaren, zaterdag en vandaag? Ja, deze is, laat ik zeggen, het, wat ik heb ervaren, dat is de mens Vic, die hier een storm teweeg gebracht heeft, niet alleen in Antwerpen, maar in heel België, in Europa. En dat was een ervaring in de zin dat het triestig was. Maar dat kan ik zeggen dat een ode aan Vic is die nooit meer zal nog bestaan.